Voelt een beetje vreemd ergens om gevraagd te worden, ja, wat is links aan een publiek dat evident daar zelf allerlei ideeën over heeft. En ik voel me niet op enige wijze meer geprivilegieerd om daar iets over te zeggen dan jullie. Maar, dus ik zal gewoon maar mijn visie geven en dan kunnen we daarover praten. En wat ik zeg is een beetje gebaseerd op werk wat ik recent aan het doen ben. Wat eigenlijk dat 2012 boek De Nieuwe Democratie een beetje achter zich laat. Eerlijk gezegd moet ik zeggen, ik hoop het maar niet. een deel van dat werk is samen met een vriend en collega Rogier van Rekenmin. Die is hier ook aanwezig, die steekt daar zijn hand op. Dus die kan dadelijk ook nog interessante bijdrage leveren, hopelijk. Ik begin eventjes heel abstract en daarna is het niet meer abstract, althans voor mijn gevoel niet. Dat is altijd de vraag of dat zo blijft. Links, voor mij, is een politiek die de generatie en proliferatie van levensvormen bevordert. En wat is een levensvorm? Een levensvorm is een mogelijkheid om samen te zijn zonder dat een of andere ordening aan de basis ligt van dat samen zijn. Zonder dat een ordening vooraf gaat aan die levensvorm. Het is een leven dat nog niet weet hoe te leven. Dat niet zegt, zo moet je leven. En als je zo, zo of zo leeft, is het verkeerd. Zo'n levensvorm. Het is een levensvorm die zich ontwerpt vanuit een soort commons. Die dus buiten de orde kan bestaan. Maar ook gebaseerd kan zijn of vormgegeven kan worden via collectieve goederen. En het is eigenlijk een beetje, in Rotterdam zeg ik al, het is het tegendeel van wat Leefbaar Rotterdam heet. Want Leefbaar Rotterdam is eigenlijk een manier om met leefbaar heel expliciet te maken welk leven waardig is en welk niet. Dus voor mijn gevoel is links een politiek die een leven met minder geweld voorstaat. Geweld tegen mensen en niet mensen. Een leven met minder geweld. En voor mij is dat een heel fundamenteel verschil met rechts. Rechts simpelweg is voor geweld. Neemt geweld op de koop toe. En vindt meer geweld ook geen probleem. Ik persoonlijk heb helemaal niets met het idee, ja, we moeten niet doen alsof mensen aan rechts niet ook allemaal mooie idealen hebben. Nee, rechts neemt geweld op de koop toe. En dat moeten we harder zeggen. En voor een deel komt dat voort uit een soort blind provincialisme. En dat gebeurt bijvoorbeeld als Femke Halsema zegt dat in Nederland niemand achter in de bus heeft hoeven zitten. Ik vind dat persoonlijk een absurde manier om je politieke blik te beperken tot een of ander territoriumtje wat Nederland heet. En wat alleen maar mogelijk is op basis van een extreem geweld wat op de Middellandse Zee plaatsvindt, waar dagelijks mensen verdrinken. Als je dan zegt, nee, ras is voor ons geen probleem, racisme is in Nederland niet echt een probleem. En je hebt niet door dat het zwarte levens dagelijks op het spel staan om die entiteit Nederland te behouden, dan ben je zeer blind. En dat brengt me bij een tweede punt waar ik het over zou willen hebben. En ik heb dat hier genoemd, waarom is links verdwenen? Dat is een beetje heel negatief natuurlijk. Maar wel, waarom is links zo marginaal geworden in Nederland? In de eerste plaats heeft dat te maken met het feit dat het links is geweest dat een heel sterke neoliberalisering in gang heeft gezet. Niet alleen in Nederland, eigenlijk in alle westerse landen is dat links geweest. En dat betekent voor een deel dat een zekere anticapitalistische slagkracht weggegeven is. En dat wat resteert een politisering van cultuur en identiteit is, die geleid heeft tot een marginalisatie van links. En die politisering van cultuur en identiteit, ja, dat zijn thema's die rechts zijn, in mijn optiek. Het zijn altijd ook economische discussies geweest, want at the end of the day kwam cultuur en identiteit neer op de dwang om te participeren. En dat betekende altijd al in het kapitalisme zoals we dat hebben. Dus een soort algehele mobilisatie eigenlijk. Dat is, codetermen zijn daarvoor. Discussie over identiteit, integratie, al dat soort nonsens. Waar we mee te maken hebben is een retoriek waar links niet tegenop heeft gekund in de afgelopen 20 jaar. Dat is de retoriek op rechts van de underdog. De retoriek, ja,
Er is jarenlang multiculturalisme geweest. En toen waren we links en politiek correct. En toen mochten we niet zeggen wat we dachten. En het land is weggegeven aan mensen met verkeerde ideeën, met name migranten. En het is natuurlijk Jarenste nonsens, want er is nooit multiculturalisme geweest in Nederland. Links is nooit aan de macht geweest. Zeker niet in die tijd waar men het over heeft. En het hele idee van een underdog nu nog, onder het juk van politieke correctheid, wie deelt dat idee eigenlijk niet in de gevestigde politiek? Maar dat heeft een open horizon gecreëerd op rechts eigenlijk, die iedere keer verder op kon schuiven. Omdat iedere keer gezegd kon worden, ja, dit mag je eigenlijk niet zeggen. En ik ben dan altijd zo gefascineerd door, wie zegt dan eigenlijk dat je dat niet mag zeggen? En wie zie je dat ooit doen? En dat is natuurlijk ook niet het geval. De hele retorische positie is, we mogen dit niet zeggen, dus we zeggen het indirect per allusie, maar we doen het de hele tijd wel. En links heeft daar alleen maar op kunnen verliezen. Er is een open horizon op rechts, die is niet helemaal open, want het einde daarvan is simpelweg fascisme. Dat is overigens waar ik nu ook met de Rogier een boek over schrijf, de opkomst van dat fascisme, van Buma tot Baudet, zeg maar. Maar dat is de horizon waar we mee te maken hebben. Dat is wat alle energie, alle politieke energie wordt daar naartoe gezogen. Een soort magneet. En er is voor links niks te winnen. En de meest recente troop in die retoriek is eigenlijk het idee dat links zich heeft laten gijzelen door identiteitspolitiek. Dat is een argument dat je ziet in Nederland. Je ziet het in Engeland bij de Brexit. Je ziet het bij Trump. Het idee dat er mensen zijn geweest die hebben gezegd, we moeten het niet over klassestrijd hebben, wij willen erkenning voor onze identiteit. Dat is een heel sterke reductie van wat identiteitspolitiek ooit was en zou kunnen zijn, maar dat is het idee op rechts en op gevestigd, reëel bestaand links eigenlijk ook. Dus GroenLinks, SP, deelt eigenlijk in dat idee. Dus we moeten niet aan identiteitspolitiek doen. En het is een heel vreemde opmerking weer, want er is eigenlijk niemand die het daarmee oneens is in de gevestigde politiek. Iedereen zegt dat, dus wie doet dat? Wie heeft dat gedaan eigenlijk dan, die identiteitspolitiek, op die manier? Er is niemand die dat echt heeft gedaan, in zekere zin. En als dat gezegd wordt, dan zegt men eigenlijk, die mensen op links, die links zijn gebleven, die niet met de neoliberalisering mee zijn gegaan, dat volstrekt marginale groepje, past bijna in deze zaal, maar misschien zijn wij het wel. Dat volstrekt marginale groepje heeft geleid tot fascisme. Want dankzij dat clubje mensen, dat zij met identiteitspolitiek bezig waren, kon Trump komen. Konden mensen denken, oh, die luisteren met identiteitspolitiek bezig, dat willen wij niet. Wij worden boos, we gaan op een fascist stemmen. Dat is een volstrekt belachelijke redenering. Maar om een of andere reden wordt die door linkse partijen overgenomen. Zoals linkse partijen geweest zijn ook, zoals de PvdA, nu geen linkse partij natuurlijk, maar ooit een linkse partij. Die de hele retoriek over het multiculturalisme dat ooit bestaan zou hebben, heeft overgenomen. Ik noem dat wel multiculturalisme, het idee dat we multicultureel waren, politiek correct waren, maar nu realist geworden zijn en zien dat we eigenlijk meer geweld moeten gebruiken. Dat hele verhaal wordt door links overgenomen en datzelfde geldt voor het argument rond identiteitspolitiek. Ik heb Femke Halsema al genoemd, ik zal haar niet blijven noemen, maar het is een mooi voorbeeld op zich. En de hele poging om nu voor de gewone mensen aantrekkelijk te worden, is hiermee geassocieerd. En in mijn optiek is dat een voorbeeld van een verbazingwekkende snelheid waarmee reëel bestaand links een fascistische retoriek heeft overgenomen. En een verklaring voor Trump of Thierry B. of wie dan ook maar, van rechts heeft overgenomen. En voor een deel is dat omdat er een soort schijnlinkse arrogantie bestaat die het monopolie heeft op emancipatie. Er is een soort avant-garde van arrivés die een soort universalisme hanteren dat geen andere vormen van emancipatie of verzet toestaat. De manier waarop zij geëmancipeerd zijn, dat is het. En in mijn optiek is het zo dat wie universalisme claimt bezig is met voorbereidende handelingen voor oorlog. Dus wat we eigenlijk meegemaakt hebben, is een decennia lange witte identiteitspolitiek
gepaard met een decennia lange neoliberalisering en die heeft politiek links gedecimeerd. Dat is ook waarom het rechts is geweest dat identiteit tot thema heeft gemaakt. En rechts wordt niet zozeer, denk ik, door populisme gekenmerkt. In 2012 had ik het heel veel over populisme. Niet alleen in negatieve zin overigens, die mening werd nog steeds toegedaan. Maar ik denk dat we het simpelweg over fascisme moeten hebben. En fascisme wel in een heel bepaalde definitie, voor mij. En dat is een definitie die ik ontleen aan de Duitse Walter Benjamin. Fascisme zie ik als de mobilisatie van het volk zonder wijziging van de kapitalistische eigendomsverhoudingen. Het is de expressie, zegt Benjamin, van het volk in die eigendomsverhoudingen. De mogelijkheid om er onderdeel van te worden, om erin te delen. En ik denk dat we op dit moment, de grote uitdaging voor links is om te begrijpen dat en hoe anticapitalisme en antiracisme en antiseksisme onlosmakelijk verbonden zijn. Omdat we op een moment zijn eigenlijk waarop die expressie van het volk, en daarmee bedoel ik, en bedoelt iedereen, de witte mannelijke arbeider, niet langer gegarandeerd is. Je zou kunnen zeggen dat Keynesiaans kapitalisme betekende de mobilisatie van meerderheden via het delen in kapitaal. En financialisering betekent dan de ontdekking dat je meerderheden ook kunt mobiliseren via verschulding. Want wie aan het schuldinfuus ligt, is niet alleen eerder bereid om de orde te accepteren, maar zelfs om het ervoor noodzakelijke geweld uit te voeren door naar onderen en naar anderen te trappen. Dus witte dominantie kon bestaan als een delen in kapitaalaccumulatie. En nu we jaren van austerity en neoliberale ontmanteling van de verzorgingsstaat hebben gehad, en we dat delen afbouwen, die deal als het ware tussen kapitaal en de witte arbeider voorbij lijkt te zijn, nu resteert geweld. Een soort pakken wat je pakken kan. En dat is, ik heb zojuist een definitie van Thierry B. gegeven. Dus als wit privilege benoemd wordt, is wat mij betreft vooral die connectie belangrijk. Voor mij is dat niet zoals sommige mensen dat opvatten een moraliserende techniek, maar het is gewoon een diagnose van wat er op het spel staat in de verhouding tussen kapitalisme en racisme. Witheid en mannelijkheid is delen in kapitaalaccumulatie. Dus wie antiracisme of queer activisme afdoet als identiteitspolitiek, omdat het af zou leiden van het sociaal-economische project dat links zou moeten voeren, die begrijpt de hele aard van dat sociaal-economische project niet. Dat er geen revolutionair proletariaat geweest is, ligt aan wat wel de wages of whiteness genoemd is. De belofte dat nationalisme en racisme beloond zouden worden met expressie in de, van witte arbeiders in de eigendomsverhoudingen. Met delen in kapitaalaccumulatie. Dus antiracisme is anticapitalisme. Is niet wit of zwart bovendien, maar groen. Want kapitalisme is altijd geweest planetaire kolonisatie en reductie tot natuur van levensvormen die het tot gratis codeerden. Zoals de natuur of vrouwen, voor wie reproductieve arbeid en onbetaalde arbeid toebedeeld was. En op die levensvormen heeft kapitalisme altijd als eerste extractie uitgevoerd. Dus wat zouden we niet moeten doen? En daarna ga ik zeggen wat we dan misschien wel moeten doen. Wat mij betreft niet een vorm van antiracisme en antiseksisme als de bedoeling daarvan is om mee te doen in kapitaalaccumulatie. Als de bedoeling daarvan is om te willen delen in accumulatie. Wat mij betreft moeten we ook geen verlangen hebben naar sociaaldemocratie. Want dat is altijd geweest meer mensen bij kapitaal betrekken. We moeten ook geen kaarten zetten op sustainability of groene groei. Want dat is meer van hetzelfde. Dat is het bestaande systeem in stand houden. Terwijl het systeem wat we hebben tot de destructie van onze biosfeer leidt. We moeten tenslotte denk ik ook geen kritiek op wit privilege hebben. Als dat betekent het wegwerken van een onverdiende voorsprong. En het nastreven van het privilege van accumulatie op een meritocratische manier. Als het dat betekent, nee. En wat dan wel? Nou, in mijn
op dit, zijn er twee partijpolitieke events geweest in Nederland in de laatste decennia. Twee gebeurtenissen die echt ingebroken hebben in de politiek en die iets nieuws gecreëerd hebben. Twee gebeurtenissen waarbij mensen en ook niet mensen die eerder niet gerepresenteerd werden in onze democratie representatie konden krijgen. En dat is gebeurd met de Partij voor de Dieren en met Bijeen. En wat mij betreft komt het erop aan om de concerns van die partijen te verbinden. En ik denk dat dat in Italië op dit moment misschien wel lijkt te lukken met Portere al Popolo. En dat dat misschien een voorbeeld is voor ons. Ik denk namelijk dat ecologie en klimaat geen thema's zijn zonder een alternatief voor planetaire kolonisatie. Voor kapitalisme. En kolonisatie is niet te begrijpen zonder de eeuwenoude werking van ras. En de les van die geschiedenis is dat racisme een manier is om witte mensen te controleren. En dat seksisme een manier is om mannen te controleren. Niet dat witte mensen en mannen de eerste slachtoffers daarvan zijn. Maar wel in die zin dat ze beperkt worden in hun waardigheid, in hun potentialiteit, maar vooral ook in hun belangen. Racisme verhindert witte mensen om klassestrijd aan te gaan. En ik wil afsluiten nu met het idee van, ja, waar hou je in vredesnaam optimisme vandaan nu? Ik weet ook helemaal niet of we optimistisch moeten zijn. Maar ik denk wel dat er iets aankomt. Ik heb wel het idee dat er heel veel hiervan al is en broeit, maar misschien nog onzichtbaar is. En daarom vind ik het op zich ook geweldig dat ik hier mag praten met jullie. Omdat dit een voorbeeld is. Maar er is een nieuwe vorm van antiracisme in Nederland. Er is misschien wel voor het eerst een echte publieke taal om over ras te spreken. Er is een levend antiseksisme in Nederland. Dingen die eerder gepikt werden, daar komt men moeilijker mee weg. Er is een strijd tegen precarisering van werk. Er is klimaatactivisme. En er is ook het vaak onzichtbare, maar toch alledaagse verzet tegen allerlei managerial verdeel en heers op de werkvloer. En ik denk dat als dat expressie kan vinden in een onbeschaamd populistisch links, onbeschaamd links en onbeschaamd populistisch, dat dan het fascisme wat op dit moment in Nederland sterk groeit, een tegenstander krijgt die het niet zoals de liberale politiek doet, faciliteert, maar die het confronteert en overwint. Dus ik hoop dat we daarover kunnen praten.